We zijn op de ambassade van Kenia, waar vandaag een groot traditioneel huwelijksfeest zal worden voltrokken. Ook aanwezig, Chief Bababa Bauer. En daar is Michael Bogert samen met zijn broer, die bij ons in het complot zit. Ze zijn uitgenodigd door de ambassadeur om te praten over wat de ambassadeur van Right to Play, Michael dus, voor Kenia kan doen. Goeiedag. We hebben een afspraak. Met de ambassadeur. Bogert. Het wordt een bezoek dat hij niet snel zal vergeten. Ah, daar komt de bruid. En de bruidegom natuurlijk ook. Michael heeft toch overal fans, hè? Hey, dat is de getuige. You mean a letter in Godot? Ja, who's hiding here? Welcome? Okay. Dat hebben wij weer. Volgens het bijgeloof straalt de aanwezigheid van een succesvolle beroemdheid af op een succesvol huwelijk. Vandaar deze vererende uitnodiging. I want you to come and some people there. There's a wedding taking place inside here. I want you please to come and congratulate this people. Okay. Yes, please come. Come with me. Yes. De plechtigheid is al volop begonnen als Michael naar binnen wordt geleid. Michael krijgt een ereplaats en wordt meteen bij de plechtigheden betrokken. Doet lekker enthousiast mee, die jongen. Hij krijgt geen tijd om na te denken. Meteen volgt het tweede inzegeningsritueel. Dit ritueel heeft nog meer kracht als de hoge gast die uitvoert. Ja, oké. Sasa mwambi anaweka ndani kabisa. Inajaa na maji kabisa. Alafu anaangalia juu. Alafu anamwambia bwana harusi, alafu baadaye anamwambia bibi harusi. Nee, dat is niet goed, Michael. Dat moet heftiger. Dat ging lekker. Maar wat hangt hem nou weer boven het hoofd? Michael, met de kip, dit is alleen maar om het geluk te brengen. Ja? Even de kip vasthouden. Vanaf hier, zeg maar. Even vasthouden. Je moet naar hem toe. Gooi je, zeg maar. Ja, echt gooien. Als de bruidegom een broedse kip vangt, betekent dat vele gezonde nakomelingen. Foute boel, dat scheelt 10 kinderen. En de vrouwen treuren diep. Michael in de herkansing. Ja!
Zijn ze nu nog niet klaar met die kip? Ze zullen toch niet willen dat... wat een geluk, het gaat maar om een kokosnoot. Maar die geit, dat is toch echt wel een offerdier? Is het ze te doen om het gelukbrengende offerbloed? Gelukkig, ze zijn vandaag tevreden met zegenrijke geitenmelk. Het huwelijk is beklonken en daar komt het trouwboekje. Hallo. Hallo. So, I want to give you your wedding book. Congratulations for your wedding, and I hope you enjoy the marriage. Here, please. Wasasi, karibisha huyu. Maar daarin blijkt een storende fout geslopen te zijn. Door een ingreep van bananensplit is Michael's naam erin terechtgekomen. Michael constateert het zelf ook. Oh, pumpkin, ja? Jouw naam staat op de dingen. Zijn kerstverse schoonvader heet Michael welkom in de familie. Wat zegt hij? Volgens hem? Nou, die beeldschone bruid hoeft niet lang aan het idee te wennen, hoor. En een kus, bezegelt het gloednieuwe huwelijk. En wij van Bananensplit zijn er als de kippen bij om Michael te feliciteren. Is dit mijn huwelijk? Ik ben er net van af.